Wij zijn, of ik ben in Kortrijk gaan wonen, ik zat een jaar geleden. Omdat ik vanuit het Brabantse naar Zeeland kwam en eerst wat gehuurd heb. En toen kreeg ik de kans om in Kortrijk een woning te kopen. En ik werkte toen de tijd op Noord-Beveland. Dus ja, dat was Kampenland of Kortrijk waren eigenlijk het dorp waar ik dan wel zou willen wonen. Op een duur kregen we het idee om te gaan verhuizen. Omdat Goes ons als wat stadse omgeving trekt. We hebben gekozen voor bootmakelaars, omdat dat de makelaar was die op het dorp zit. Het is eigenlijk allemaal heel snel gegaan. En, na het eerste gesprek hebben we gelijk opdracht gegeven tot verkopen. En toen zijn er een hoop dingen gelijk in gang gezet. En ja, we hadden zelf een beetje het idee dat het best wel eens een tijdje zou kunnen gaan duren. Want een oud huis, best wel nog wat aan gebeuren. En eigenlijk was het binnen een goede 3 weken was het verkocht. Nadat de brochure er was en het op Funda stond, hadden we binnen een week al 2 bezichtigingen. Ja, en in de 3e week was het eigenlijk al afgerond, zeg maar. Ja, het allerfijnste vonden we dat de lijntjes met boot heel erg kort waren. Dus dat je gelijk na een bezichtiging een mailtje of een telefoontje kon verwachten van ik verwacht dat het serieus is. Of ik verwacht dat er nog een 2e bezichtiging komt. Dat ze je ook adviseren. Misschien kun je ervoor zorgen dat dat nog wat opgeruimder is. Of zet een plantje neer, dat soort dingen. Ik denk dat wij heel positief gereageerd hebben naar vrienden en kennissen over bootmakelaar. Vooral over de menselijkheid die ze uitstralen. Dat je gewoon vriendelijke, leuke mensen over de vloer krijgt. Die je gewoon kunt benaderen en snel antwoord krijgt.